Welcome, this is the energy vibration lesson for the year 2018. Gelukkig nieuwjaar. Ik moet even zeggen bedankt aan iedereen. Ik mis jullie vreselijk. Maar ja, het leven. Iedereen heeft zijn eigen levensdoel, eigen pad wat ze moeten in het leven lopen. Okay, 2018, wat hebben wij in de jaar 2018, hebben wij echt de energy, a looked energy, it is the energy waar de weeskal, daar is echt een situatie, de looked energy balance, aardelijke en karmatic balance in de jaar 2018. Dus nogmaals, niet vergeten, dit de effect van de verschuiven, daar komt een verschuiven voor iedereen. En iedereen krijgt de verschuiven op een andere tijdslijn in je leven. De verschuiven is van de drie dimensie naar de vierde dimensie en de vijfde dimensie. Sommige mensen is al vanuit de drie dimensie en die is al naar de vierde dimensie. Mensen die beginnen wakker te worden en realiseren, hey, bepaalde dingen is niet zo als het is. Of weet je, je begint dingen te zien, je begint te opzoeken op YouTube om mensen met informatie. Je wil even weten over je birthkaart en dat soort of dingen. Is dat een verandering, een verschuiving van je onbewustheid beginnen. En dit is zeer goed vanwege een story dat je gaat het even voelen. 2018 is de year voor ook en nogmaals de weeskal mensen. De weeskal mensen hebben heel veel invloed in de rest van de sterbeeld mensen. Omdat je gaat jezelf even realiseren dat je connect met heel veel weeskal mensen. En voor mij, als ik heb net uitgelegd in de Engelse video, is dat is zoiets als mijn tijdspan gaat sneller. En voor sommige mensen die zijn al in de fourth en fifth dimension, je realiseert dat bepaalde dingen gaat sneller voor jou. Is zoiets als ding just gaat sneller, omdat ik heb dat verwerkt. In 2016, omdat ik ben nog steeds in 2016, want vandaag is 12 december dat ik begin deze 2018 om te doen. En 12-12-12 is een nog een portal, een nog een door, een nog een verschuiving dat gebeurt op de harde. Dus dit is heel veel voor heel veel mensen als je niet bewust zijn van deze soort van dingen, dat over de verschuiving van mensen, de onbewustheid, dan snap je niet wat ik zit om te zeggen. Dan denk ik, wat zegt ze nou? Ik weet niet wat ze zei. Maar iedereen, zoals is de planet verschrijft, dan ga je ook onbewust verschrijven. Dan ga je onbewust even wakker worden en even bepaalde dingen zien en even begin te realiseren bepaalde situatie. En dit is wat dat speelt nou, okay? Dus je gaat eens even zien. Niet vergeten, bijna ieder sterbeeld is al in de verwerking van 2017. Wat gebeurt is dat ik heb het al gehad in de sens dat de verschuiving van ik ben lang uit de drie dimensie van 2012 en ik ben tussen de vier en vijf dimensie sinds 2015-16. En dat is 2015 is wanneer ik begin
mijn YouTube channel om de lezing te geven. Dus dan ben ik over naar de vierde dimensie. Meestal heb ik gebleven mijn hele leven in de vijfde dimensie, omdat meestal zeg ik dat ik ben, ik voel me niet connected met this planet vanwege dat ik kan niet verstaan, jealousie, dat soort van ding, dat heb ik niet in mijn. En als ik kom tegen dat soort van situatie, dan ik step achter, want ik kan het niet tegen. Als ik kom tegen oneerlijk mensen, dan heb ik zoiets als ik neem afstand, omdat ik wil geen karma creëren en omdat ik heb deze mensen in een andere lifetime tegengekomen. Dus ik ben iemand met mindere kennis en dat soort van ding. Vanwege door dat als ik kom tegen mensen, ik voel de energy vibration en wees precies daar. En sommige mensen moet ik best wel bepaalde dingen uitwerken, maar ik heb zo veel dat gebeurt van 2012 dat ik probeer gewoon achteruit te stappen en laat alles gaan met de flow. Vanwege door iedere keer ik probeer tegen de flow, ik krijg een effect zo. Dus het is een beetje raar wat ik zit voor. Sommige mensen snappen niet hoe dat werkt. Maar als de harde verschuiven, als er zijn organen of dat soort van dingen, is het verschuiven van de aarde. En nou, we hebben verschuiven van de onbewustheid van de mensen. En dan, je gaat even zien dat bepaalde dingen, is zoiets als sommige mensen in Nederland laat alles achter en dan gaat ze naar India voor een jaar rondlopen en dan gaat ze even in de boeddhisme en gaat ze even omdat ze verlaten de materialistic world, de drie dimensie, en ze gaat meer naar de spirituele kant van wie ze zijn, omdat ze hebben alles in de materialistic world, maar ze hebben geen innerlijke vrede. En dan verlaat ze dat en dan gaat ze gewoon naar de vier dimensie waar ze zoeken balance tussen de materialistic en de spiritual world. En dan sommige mensen gaan naar de fifth dimensie, voor bijvoorbeeld de mensen die worden boeddhist en dat soort van dingen. Dus het is gewoon een verschuiving van de onbewustheid van de mens. Oké, dit is de jaarlezing, de algemeen jaarlezing. Dus we gaan even even bekijken wat hebben wij mee te maken in de maanden, oké? Ik kan het zo doen. Och, mijn zoon was hier. Hij zit te spelen. Dus ik denk dat, ik kan het zo even laten. Maar ik weet niet als ik had het luchten. Want ik weet niet wat hij heeft gedaan. Maar de hele dingen is uit dingen. Oké, daar, jullie kunnen het best wel zien. Dus we gaan even kijken zo. Als het is niet gelukt, dan ken ik het gewoon. Maar ik wil jullie gewoon de cirkel zien van wat er gebeurt hier. Oké, dus in januari hebben wij de Negen van Zwaren. Negen van Zwaren is heel veel mensen komen in de verwarring, zeg maar zo. Maar je hebt de energy vibration van innerlijke kracht. Dus je hebt de energie van lucht en vuur. Lucht en vuur. Dus sommige mensen komen in best wel in de verwarring van sommige dingen in je leven. In januari zie je geen en sommige niet. Als je bent iemand die is in weegschaal tweeling. Of een weegschaal tweeling of een waterman, dan heb je niet zoveel problemen. Maar voor meestal van de andere sterbeeld krijgen ze best wel problemen in januari. In februari is zeer positieve energie, omdat we hebben heel veel vuur energie. We hebben de twee van zwaarden. Dit is best wel goed. Het is een geluksmaand voor heel veel mensen. Heel veel geluk komt in februari voor heel veel mensen. Heel veel geluk komt in februari voor heel veel mensen. Dus dit support de energie van alle vier elementen van de mens. Oké. Okay? Maart is een andere
niet zo leuke tijd in maart vanwege doordat je hebt de energie van de toren. Dus verwacht iets onverwacht in de wereld te gebeuren in maart. Sommige mensen gaat ze innerlijke lucht even opzoeken, de innerlijke straal, de licht op van wie je bent in maart. Als ik kijk, april is een zeer positieve maand. Je hebt de energy vibration van stabiel. Heel veel mensen krijgen succes in april, maar heel veel mensen gaan verhuizen en nieuwe huis kopen, nieuwe baan, dat soort of a thing. Maar heel veel mensen krijgen best wel succes. Is een maand van stability. Dat is in april. In mei, het is een goede maand voor de harde mensen. Het is die energie van de zeven van de aarde en de keizerinnen. En dit is zeer positief vanwege doordat daar komt heel veel balans in al de rest van de sterbeeld mensen. En dit is zeer positief. Dus whatever de situatie is, whatever dat gaat spelen, dan zie je het wel. Als we bekijken juni krijg je de fear van bochel. Dus whatever de situatie is, dat daar was een beetje verlies, verdriet en dat soort of ding. Je krijgt de energie van de sun uit. En dit is zeer positief. De energie van de sun komt uit. Als ik ga even verder, in juli hebben wij de energie van de boodschappen van de water. En daar komt, als ik heb gezegd, verwacht organen en dat soort of dingen. Dat gaat echt iets natural van, dat gaat effect de harde. En dit kan ook met groep of mensen, dus het effect de harde, maar je hebt mee te maken met groep of mensen, dus flood, dat soort of a ding in de maand van juli. Als we bekijken August hebben wij zo'n onder precies hetzelfde, want je krijgt best wel liefde en door whatever gebeurt in de maand van juli. In augustus, daar de hart van de mensen wordt geopend en dan iedereen probeert elkaar om te steunen. Okay? Als ik ga even verder, augustus, september, oktober, juli, augustus, september. In september heb je de 10 van zware. 10 van zware heb je ook mee te maken. Met de 10 van zware heb je ook mee te maken met de tovel. Whatever de situatie is, whatever is gespeeld. In juli heb je dit effect dat komt uit in september. Oktober heb je de energie van balans en de energie van de ermit. Je hebt de energie van balans en de energie van de ermit. Dus de effect, whatever the sort of effect dat gaat gebeuren in Nederland, het is zeer dat iedereen moet even proberen om niet ik, maar ons of wij. Okay? Niet meer ik, maar ons en wij. Je gaat even niet aan jezelf gaan denken, maar je gaat denken ons en wij. Okay? Als ik ga eens even verder. We hebben on the energy here. En we hebben de energie van de moon in november. Met de energie van de ster. En deze energie samen is best wel goed. Het wordt voor mensen die is heel sterk psychic. Het is een zeer positieve energie voor jullie. Omdat wat je gaat even realiseren is al krachtig deze energie. Gaat best wel binnenkomen, oké? Als ik ga even verder. December, we eindigen op met de 10. De 10 van staven en de energie van de 10 van staven heb je best wel mee te maken met de liefde, oké? Dus je krijgt een situatie dat gaat je relatie. En ik kan
Voor heel veel mensen het is anders, maar have a situatie waar je affect je relatie. En als je geen relatie heeft, het heeft best wel mee te maken met andere dingen. So it says your family and that sort of energy, okay? Dus dat speelt. Als ik even verder, we hebben de energy van de universal energy van de Orions. De universal energy van de Orions is hier. Dus jullie kunnen in meditatie of in your sleep even connect met ze. Then we have mee te maken met de art chakra in this year. It is zeer positief met de energy of the art chakra. Heel veel mensen, jullie gaat echt je emotie even in balance brengen. Want het is een jaar van duality, dus je gaat even veel situatie, je emotie gewoon in balance kan brengen. Ik heb die energie voor jullie van de Aztec Records, Aztec Tara. We hebben de energie van transformation en de energie van de Buddha. En dit zegt dat nu moet je op zoek naar de pad in het leven. Wat pad moet je nemen in het leven? En de laatste is do the work. Do the work. En dit betekent dat whatever en in een situatie waar voor sommige mensen je gaat voor jezelf stotter, maar voor sommige mensen je gaat even accepteren je pad en je gaat even op dat pad gaan lopen. Je gaat dus echt zien in je leven, even uitkomen en even gespeeld. Dus dames en heren, ik wens jullie een zeer positief jaar. Het wordt een jaar van heel veel verandering. Maar je moet jezelf hier gewoon klaar hiervoor. En als je realiseert hoe bepaalde situatie en bepaalde ding is gespeeld, dan kan je veel meer kunnen opnemen met deze soort van situatie. Ik ga het even zeggen, ik wens jullie een zeer positief jaar. Namaste, tot volgende keer.